En je zegt ook iets belangrijks, je moet het niet fout laten gaan. Nee, je moet vooral niet op tijd zijn. Ja. Dus je moet weten, oké, er komt nu een wat ingewikkelder, we gaan een stapje omhoog. Ja. Ja. Dat uitleggen. Ja. Nooit, nooit zeggen van, weet je wat, we laten het fout gaan, want dan zien ze dat het fout is. Want het probleem is dat kinderen die dit moeilijk vinden, die krijgen dat veel lastiger eruit. Kinderen die... Maar dan zeg je wel iets heel belangrijks. Je zegt eigenlijk van, dat hele punt van kinderen moeten hun eigen fouten, hebben recht op hun eigen fouten, dat daardoor leer je. Nou, daar moet je mee oppassen als je leert lezen of leert schrijven. Je moet het voor zijn, je moet het duidelijk een instructie geven. Ja. En daardoor leren ze eigenlijk het woord peer, of het woord deur, goed te schrijven. En voorkom je eigenlijk problemen. Absoluut. En dat het misverstand is, we zeggen allemaal, ja, maar van fouten leer je. Weet je van welke fouten je leert? Als je van je fiets afvalt, omdat je niet te hard fietst.